los. Wilt u misschien nog iets vertellen over wat hier aan de wand hangt? Hoe dat zit met al die figuren? Kijk, kijken wat er aan de hand hangt. Ja, dat was wel. Ja, zij heeft het opgehangen daar. Ja. Ik. Tja, het is een hele tempel. Wel, zo wordt er gezegd dat links zien we Radha en Krishna. Dat is het idee dat er een, in de spirituele werkelijkheid op het goddelijk niveau ook een vrouwelijke tegenpool is van Krishna, dus Radha en Krishna. In het midden vinden we eigenlijk de oorsprong van de Sankirtan-beweging. Chaitanya Mahaprabhu, de stralende figuur in het midden, is degene die echt mantra-meditatie op de voorgrond heeft gesteld. En zegt dat in dit tijdperk is dat uiteindelijk de meest eenvoudige methode om te mediteren. Omdat je maakt een geluid en je probeert er naar te luisteren en dan automatisch wordt de geest erbij betrokken. Terwijl als je probeert te mediteren en de geest leeg te maken, dat is heel moeilijk. Ja, om dus aan niets te denken, dat is heel, heel moeilijk. Tenminste, ik vind het wel heel goed. Die geest die drijft alle kanten op. En daarom zegt van maak je dus een geluid en je hoort het tegelijkertijd. Ja, dan engageert dat de geest en daardoor is het makkelijker om te concentreren. Zodoende wordt die mantra dan geïntroduceerd als het middel van meditatie. Beneden zien we een hele traditie van spirituele leraren. Want ja, in een spirituele traditie in het oosten draait het om guru. Er moet een guru en disciple relatie zijn. En die komt van generatie naar generatie, zodat de kennis dan ook beschermd is en bewaard blijft. Dat zien we daaronder. Aan de rechterkant zien we een persoonlijkheid uit een oud verhaal. Het is een verhaal wat heel erg klassiek is in de Vedische literatuur. In dat verhaal wordt er gezegd dat er was een demonische heerser. En zijn zoon begon meer en meer interesse te ontwikkelen in God. En zelfs als een klein kind eigenlijk. En zijn vader kon het niet verdragen. En uiteindelijk besloot het kind te doden. En er was toen een maar, en hij zei tegen zijn zoontje, zo, en die God van jou, die jij zegt overal aanwezig is, waar is hij nu? En gaat hij je nu beschermen? Zeg van, is hij nu hier? Hij zegt, ja, vader, hij is hier. Oh ja, waar is hij dan? Hij is overal. Is hij in deze pilaar? Ja, hij is in deze pilaar. En de heerser brak de pilaar en toen kwam er een soort gedaante uit, half mens, half leeuw. En goed, deze gedaante heeft dan die demonische koning gedood. En staat er als zijn zoontje staat er naast hem, beschermd. Dus, ja, dus een oud verhaal over bescherming van het goede
zal nooit verslagen worden door het kwaad eigenlijk. En dat is min of meer wat we daar uit halen. Ja, goed, het pakken niet te zwaar, want het is wel jammer dat het zo vaak zich zo lang zo goed verbergt. Ja. Maar goed, het is toch een heel belangrijk punt om daarom te mediteren natuurlijk, dat uiteindelijk het goede overwint. En dus als je die overtuiging hebt, nou ja, dan blijf je optimistisch. Ja, ik heb de hoop, maar niet de overtuiging. Sorry? Ik heb wel de hoop, maar niet de overtuiging dat het zo is. Ja. Hetzelfde punt wordt ook in de Bhagavad Gita gemaakt. Ja. Dat wordt daar ook zo gezegd. Oké. Het gesprek op de ene manier heeft hier plaatsgevonden. Ja. Zit daar. Ja. Maar goed, ik hoop dat u toch ook uw enigszins betrokken gevoeld heeft bij het thema van de avond. En dat u het ook interessant vond. En op verzoek zingen we nog kort. Hè? Weet je, zien wat we daarvan maken.